Toen ik jong was, werd ik regelmatig met Thomas vergeleken. En dat was meestal als iemand in mijn omgeving een verhaal vertelde waar ik toch wel eigenlijk twijfelde of het wel waar was. En er ook een kritische vraag had, dan werd automatisch gezegd, ja, jij bent een ongelovige Thomas. Eigenlijk als je naar het verhaal van Thomas kijkt, en hij wordt in 3 verschillende geschiedenissen gebruikt, is het ook wel een beetje begrijpelijk dat hij die naam heeft gekregen. Maar wat me integreerde toen ik zijn verhaal bestudeerde was waarom Johannes expliciet hem genoemd heeft. Ik denk dat Johannes misschien zelfs wel een klein beetje iets van zichzelf in hem herkende. Als we kijken naar het leven van Thomas, dan zijn er 3 gebeurtenissen waar hij heel bijzonder naar voren komt, iets zegt, al is het maar vaak 1 zin of 2 zinnen. Maar uit zijn geschiedenis kunnen we eigenlijk een paar lessen leren en ik wil daar met je naar gaan kijken. De eerste keer dat we over Thomas lezen is in Johannes 11. Het is die geschiedenis waarin Lazarus ziek wordt en Martha en Maria een brief sturen of een boodschap sturen en zeggen, Jezus wil je alsjeblieft komen om Lazarus te genezen. En we zien dat Jezus het niet doet. En zijn discipelen die begrijpen dat eigenlijk wel heel goed, want net daarvoor was Jezus in Jericho uitgerend met de kans dat hij gestenigd zou worden. En hij was juist, zijn toevlucht had hij gezocht in het Overjordaanse. Dus de discipelen waren eigenlijk wel blij dat hij het niet deed. Maar na 2 dagen besluit Jezus toch te gaan. En de discipelen proberen hem daarvan te weerhouden. En dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Hij zegt, ik moet nu naar Lazarus gaan, opdat jullie een aantal geestelijke lessen kunnen leren. En in de komende 24 uur gaan er dingen gebeuren, waardoor je mij en de Vader beter leert kennen. En Thomas, die kijkt zijn medereiziger, zijn medediscipelen aan en zegt, oké, laten we ook maar meegaan en laten we maar sterven. En je zou eigenlijk kunnen zeggen in die antwoord dat hij een beetje cynisch is, een beetje pessimistisch is en eigenlijk bij zichzelf denkt, nou ja, oké, ik wil hem niet in de steek laten, maar dit is wel het einde van onze droom. Maar juist door dat pessimisme, waarvan hij van zichzelf vindt dat hij een realist is, mist hij de lessen van de Heer. Hij mist eigenlijk dat wat Jezus hem de komende 24 uur wil leren. En de eerste les die ik leerde toen ik naar die geschiedenis keek is dit. De zichtbare wereld, de wereld van de stenen, waar je soms mee gestenigd kan worden, de wereld van de problemen, kan je belemmeren om de onzichtbare wereld van Gods Koninkrijk te leren kennen en te zien. Want Thomas was bijna, als hij daar niet van veranderd was, was hij eigenlijk heel duidelijk, had hij de kans dat hij eigenlijk miste wat Jezus hem wilde leren. En had hij de goede kans gehad dat de komende 24 uur hij alle geestelijke lessen niet had gezien. Ik merk in mijn eigen leven dat ik daar ook soms wel eens mee worstel. Ik heb de neiging om gewoon naar de wereld om me heen te kijken en als de stenen op me afkomen, dan te denken, oké, die moeten zo snel mogelijk weg. En ik ben niet altijd erop gericht om me af te vragen van wat zouden die stenen en de gebeurtenis achter die stenen mij kunnen leren als het gaat over het Koninkrijk van God. Dus een van de lessen die ik je zou willen leren is, als je in de problemen komt, als je in de moeilijke periode komt, als je de indruk hebt dat mensen stenen gooien, bid dan niet waarom, maar vraag God dan van, Heer, wat is de les hierachter? Wat wilt u in dit hele proces gaan doen? Wilt u me misschien hierdoor vormen? Wilt u misschien duidelijk klaarmaken voor dat wat in de toekomst ligt? De tweede gebeurtenis vinden we in Johannes 14. Het is een vrij bedrukte stemming als Jezus verteld heeft dat hij weggaat en dat hij teruggaat naar de Vader. Hij spreekt over het feit dat hij naar de Vader teruggaat en dat hij daar een plaats zal bereiden voor zijn discipelen. En dat hij dan terug zal komen om uiteindelijk dan hun mee te nemen naar die plaats. En dan zegt hij onder andere ook het volgende. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En Thomas hoort dat en hij zegt, Heer, we willen niet vervelend zijn, maar we weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe kunnen we dan de weg daar naartoe kunnen weten? En ik denk dat Thomas niet echt hield van die situatie. Hij houdt van hele concrete antwoorden en dit zijn hele onlogische antwoorden. En laten we eerlijk zijn, wij weten allemaal dat er in de hemel geen huizen zijn, dus hoe kun je daar nou een plaats voorbereiden? En opnieuw, toen ik daarover nadacht, dacht ik, de tweede geestelijke les die je kunt leren uit het leven van Thomas is dat ons logisch denken ons belemmert om de lessen van het Koninkrijk en het leven van het Koninkrijk te kunnen bevatten. Veel dingen in de Bijbel kunnen we niet begrijpen. En Jezus zegt ook eigenlijk niet tegen zijn discipelen dat ze al die dingen moeten begrijpen. Ze moeten hem vertrouwen. En ik denk dat dat een van de belangrijke lessen is die we allemaal mogen hebben. Dat we leren om Jezus te vertrouwen. Ook al begrijp ik heel veel dingen in dit woord niet. Er zijn dingen waarvan ik het lees en dan zeg ik, ik sta er. En het enige wat ik kan doen is het geloven. Maar bevatten doe ik het niet heel meer. En soms kan mijn logisch denken daarin ook heel duidelijk God belemmeren. In zijn werk, in en door mij heen. Ik weet heel duidelijk als het gaat om gebed. Je bidt voor bepaalde situaties. Maar ik merk bij mezelf dat ik bid heel verschillend. Ik bid voor bepaalde situaties waarvan ik denk, nou ja, daar kan God wat mee doen. Maar andere situaties, dan denk ik, dat probleem is zo groot, daar zal God ongetwijfeld niks mee doen.
En hele andere dingen, daar denk ik, nou, God doet er al helemaal niks mee, dus ik bid er niet eens voor. Ik merk dat mijn logisch denken soms dat heel duidelijk het koninkrijk en het werk van God koninkrijk in mij belemmert. Het is heel opmerkelijk dat de Bijbel spreekt over zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, maar net daarvoor staat dat we niet bezorgd moeten zijn. Want uw hemelse Vader weet dat gij dat alles nodig hebt. Dus opnieuw heb ik geleerd dat mijn logisch denken mag ik gebruiken, maar soms belemmert het mij om inderdaad de dingen van het koninkrijk te vatten. De derde situatie is het meest bekende. Jezus is gekruisigd, de droom is weg en een handjevol discipelen zit bij elkaar en wat me opvalt is, Thomas is daar niet bij. Het lijkt wel of Thomas eigenlijk apart zijn eigen problemen wil oplossen. En dan hoort hij plotseling dat er een aantal vrouwen zijn die hebben gezien dat het graf leeg is. En dat er een aantal discipelen zijn gaan kijken en die hebben gezegd, ja, het graf is inderdaad leeg. En een paar dagen later heeft Jezus dan verschenen aan die discipelen. Thomas is er niet bij en als hij daarvan hoort, wordt hij boos. Hij zegt, laten we even heel duidelijk zijn, logisch kan dat niet. Dood is dood, dus Jezus kan niet opgestaan zijn. Laten we heel duidelijk zijn, dit bestaat helemaal niet. En hij gaat kwaad weg. En wat me dan opvalt in het lezen van de geschiedenis, is dat Jezus 7 dagen lang zich niet vertoont aan Thomas. Het is net alsof die Thomas laat worstelen met zichzelf, met zijn eigen problemen die hij binnen zich heeft. En ik denk dat in die 7 dagen Thomas langzamerhand misschien wel voor de eerste keer is gaan nadenken en gaan luisteren naar de woorden van Jezus. Niet met zijn verstand, maar met zijn hart. En langzamerhand tot ontdekking is gekomen, ik begrijp het niet, maar zou het toch waar kunnen zijn? En dan na 7 dagen ontmoet Jezus en Thomas elkaar. En wat me opvalt is dat Jezus niet begint met een vermijd, maar met een aansporing. Hij zegt, Thomas, hier zijn mijn handen, hier is meer, voel maar, ik ben het echt. En uit het antwoord van Thomas weten we dat hij het niet eens gedaan heeft. Hij kijkt naar Jezus en het enige wat hij kan zeggen is, mijn Heer en mijn Redder. En de derde geestelijke les die ik mocht leren uit deze derde gebeurtenis is dit. Ons ongeloof kan ons belemmeren om Jezus te ontmoeten als de opgestane Heer. Degene die ons leven wil veranderen, degene die ons de kracht wil geven om het leven te leven zoals het is. En ik weet niet hoe je hier zit. Ik weet niet hoe je naar mij luistert. Ik weet niet wat je bezighoudt. Misschien ben je wel een hele nuchtere man, een hele nuchtere vrouw die zegt, moet je goed luisteren, alleen feiten tellen voor mij. En dan wil ik tegen je zeggen, als het alleen feiten zijn, dan is een goede kans dat je uiteindelijk mist wat God je wil vertellen. Want sommige dingen zijn niet te begrijpen, die kun je alleen geloven. En misschien zit je hier en door de gebeurtenissen in je leven zeg je, ik geloof het niet meer, het kan niet meer waar zijn. Maar daardoor mis je de opgestane Heer. En ik hoop dat uiteindelijk in je zoektocht naar God en je bezig zijn met God, je uiteindelijk kan zeggen, net als Thomas, aan het eind, in je leven, mijn Heer en Heiland, u bent degene waar het werkelijk om gaat. Dat wens ik je toe. Dat je op die manier op je speurtocht uiteindelijk bij God niet alleen terechtkomt, maar bij Hem blijft. En dat je leert dat er een werkelijkheid is die boven de zichtbare werkelijkheid uittreedt. Het Koninkrijk van God in al zijn facetten. Ik wens je een goede reis toe, een geestelijke reis. Uiteindelijk op zoek naar je bestemming.